Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag is het weer tijd voor Mad City. En ik wil jullie vragen om massaal een like te doen op deze video. Als we namelijk genoeg blauwe duimpjes omhoog halen, gaat er de volgende video iets heel speciaals gebeuren. En datgene is best wel heel speciaal. Er gaat iets heel speciaals gebeuren en het is heel speciaal. Kort samengevat, Soraya die heeft mij gevraagd of ze misschien iets op mijn Mad City account zou mogen doen. En ik heb geen flauw idee wat dat dan precies zou zijn. Daar heeft ze me ook niets over gezegd. Ze zei alleen, ik wil graag iets doen op jouw Mad City en alleen de kijkers mogen zien wat dat is. En jij niet. En ik vond dat best wel spannend toen ze dat zei. En ik dacht bij mezelf, ik kan jullie dat maar op één manier laten bepalen. En dat is door jullie te vragen om te liken als jullie dat een leuk idee vinden. Dus doe een blauw duimpje omhoog als jullie willen dat ik Soraya de toestemming geef om iets te doen met mijn Mad City account. Waarvan ik momenteel nog geen flauw idee heb wat dat zou kunnen zijn. Vandaag jongens en meisjes is het weer tijd voor een nieuwe aflevering. En ik heb er zin in. Ja, we gaan weer een aantal nieuwe overvalletjes doen. Maar bovenal wil ik kijken of ik mijn autoverzameling, als je het zo kunt noemen, kan uitbreiden. Want ik heb het jullie de vorige video gevraagd en ik heb jullie ook gezegd om te liken als jullie het een goed idee vinden. En veel mensen hebben dat gedaan. Jullie willen dat ik mijn autoverzameling uitbreid. En dat ik probeer om iedere auto in Mad City te bemachtigen. Ik heb natuurlijk de vorige keer de Stingray gekocht. Ik heb natuurlijk voorheen de Mini Cooper gekocht. Waar ik eerlijk gezegd nog steeds een beetje om moet lachen. Omdat ik namelijk op het moment dat ik die Mini Cooper kocht al heel erg veel overpowered auto's had. En het best wel vreemd is om een Mini Cooper te kopen wanneer je bijvoorbeeld al dingen zoals een Lamborghini hebt. Maar goed, ik heb het alsnog gedaan. Overigens, ik zie dat het casino momenteel wordt overvallen. Dat is een mooi moment voor je boy DutchTuber om er gezellig eventjes aan mee te doen. Dus let's go, we gaan er weer een leuke video van maken. Maar goed, ja, wat zou Soraya nou willen en kunnen doen bovenal met mijn Roblox Mad City account? Ik ben eerlijk gezegd wel een klein beetje bang voor dat ze misschien een of andere auto van mij gaat oppimpen naar een unicorn mobiel. Dat zometeen mijn Stingray, wat mijn allernieuwste auto is in Mad City, een of andere girly auto wordt. Die zij dan helemaal veranderen gaat met allemaal glitters en allemaal roze kleuren. Ook al is mijn auto roze vanuit mezelf. I don't know. Ik ben er gewoon een beetje zenuwachtig voor. We gaan het zien. Maar eerst brengen wij een bezoekje aan de casino. Oh ja, ik heb nog een hele domme belofte gedaan. Een belofte waar ik misschien deze aflevering een beetje spijt van ga krijgen. Ik heb jullie namelijk de vorige video gezegd dat als we genoeg likes zouden halen, dat ik dan de tweede emote pack ook ga kopen. Want voor de mensen die het niet weten, ik heb in de vorige video een emote pack gekocht. En daardoor kan ik nu dit doen. Ik kan daardoor... Oh, ik ben er uitgezet en ik heb maar 1800 verzameld. Dat is jammer. Maar goed, ik kan daardoor op dit moment dit doen. Oh nee! Oh nee! Het is geen verstandig moment om dit nu te zeggen. Ik word achterna gezeten door een super... Wacht even, ik word achterna gezeten door een superheld. Dat is een perfect moment om te proberen een nieuwe soort superkracht te krijgen aan de hand van die superheld die mij momenteel beschiet. Het enige wat ik daarvoor even moet doen is hier naartoe lopen. De Scar pakken. Oh, ze is denk ik al ingemaakt. Oh nee, wacht, nee, dat is een medecrimineel die is ingemaakt. Waar is ze? Daar is ze. Kom op, Job. Goed. Oh! Oh! Wegwezen, Job! Wegwezen! Ik word letterlijk op elk mogelijke manier aangevallen. Oké, ik moet uitkijken wanneer ik zometeen weer 100 HP heb, want ik heb nu namelijk maar 20 HP. Ga ik naar buiten en probeer ik om de superheld die mij aan het beschieten is in te maken. Het zou namelijk fantastisch zijn als ik zometeen superkracht heb terwijl ik een crimineel ben. En terwijl Soraya misschien de volgende aflevering iets met mijn account mag doen. Afhankelijk van of jullie liken natuurlijk. Oké, let's go. Kijk, daar is die. Snel, 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 ja, 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 ja. Oh, ik heb er bijna, ik heb er bijna. Daar is er nog één, daar is er nog één. Snel, Job, snel, Job, snel, Job. Naar binnen, naar binnen, naar binnen. Ik heb nog maar 40 HP. Even hierachter, even hierachter, even hierachter. Waar is die? Oh, oeh. Oh, jongens, dit is zo spannend. Ik word letterlijk achterna gezeten door 3 verschillende soorten superhelden. En ik doe echt mijn best om ze in te maken, zodat ik een van hun gems zou kunnen krijgen. Oké, we gaan weer even naar buiten in... Wacht, kan ik niet beter? Nee, de RPG is sowieso niet handig, want dan moet je in één keer raken. Oké, let's go, daar gaan we weer.
Weet je wat? Ik denk dat ze weg zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat ze het hebben opgegeven. Omdat ze weten dat het alleen maar een gevaar voor hunzelf is. Ik pak mijn dirtbike erbij. En ik ga dus zo meteen kijken of ik misschien een nieuwe auto zou kunnen bemachtigen. Ik heb er tot nu toe al best wel een aantal. Alleen ik heb ze nog lang niet allemaal. En dat is toch wel iets wat we natuurlijk voor elkaar willen krijgen. En de jetpack is natuurlijk nog steeds de bedoeling. Ik wil nog steeds de jetpack proberen te krijgen. De vorige keer is het mij helaas niet gelukt. Oh nee, wacht. Is dat een crimineel? Is dat een superheld? Dat is een superheld. Dat is een superheld. Snel, 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 snel. Snel, snel, snel. Yes! Uh-oh. Uh-oh. Rustig, Job. Rustig, Job. Oké, wacht. Ik heb zojuist een superheld ingemaakt. Alleen dit hier moet gehackt worden. Dus ik moet even uitkijken dat ik niet zometeen door een van die mede-superhelden aangepakt word. Uh-oh, uh-oh. Snel, Job. Snel, Job. Oh, ik word achterna gezeten. Terwijl ik op dit moment aan het inbreken ben in een supergoed beveiligd gebouw. Uh-oh. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ik heb nog heel weinig geld over. Ik heb legit nog heel weinig geld over. Oké, snel. Dit is echt even een momentje, jongens. Oh my gosh. Oké, rustig, Job, rustig. Word ik nog achterna gezeten? Ik denk het wel. Ik denk dat ik nog steeds achterna word gezeten. Uh-oh. 14 HP. Dat is niet veel. Dat is niet veel. Oké, jongens, ik heb nog heel weinig HP over. Ik word achterna gezeten door twee superhelden, terwijl ik in een goed beveiligde gevangenis zit. Oh my gosh. Oh my gosh. HP, alsjeblieft, kom erbij. HP, alsjeblieft, kom erbij. HP. Uh-oh. 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 Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oké, luister. Dit is echt... Oh, nice. Oh, hij heeft een gem. Yes. Oh gosh. Wegwezen! Ik wil gewoon weg nu. Dat is alles wat ik wil. Het enige wat ik nu wil is weg, want ik heb een gem. Oké, chill. Chill, chill. Oh, ik heb deze gem eigenlijk niet eens zelf verzameld, maar goed. Oké, nice. Oh my gosh, dit is echt super chill. Dit is echt super chill. Voor de mensen die denken, Job, waarom maak je de inbraak niet af? Heel simpel. Ik heb eindelijk de gem die ik al heel erg lang probeerde te krijgen. Snel, 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 snel. Yes! Oh my gosh, dit gaat zo goed. Dit is echt fantastisch gewoon. Uh-oh, er is er daar nog één. Er is er daar legit nog één. Snel, snel. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Oh, deze hier. Ik moet deze hebben. Ik moet deze hebben. Ik moet deze hebben. Ik moet deze hier hebben. Kom op, 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 kom op. Oh yeah, dit is gewoon superheld versus superheld. Alleen ben ik een... Ja, ik heb hem! Jongens, dit is letterlijk superheld versus superheld. En het enige verschil is, ik ben een criminele superheld. En die guy daarnet was een echte superheld. Overigens is er nog steeds geen duidelijkheid met wat er gaat gebeuren met deze megakristallen. De duidelijkheid die gaat waarschijnlijk binnenkort wel verschaft worden. Maar momenteel is het helaas nog niet zo ver. Ik heb in ieder geval wat ik al heel erg lang wil hebben. Namelijk een superhero gem. Terwijl ik zelf een crimineel ben. We zijn dus hartstikke lekker bezig. Wat is dit voor auto? Wat is dit voor auto? Dit is... Heb ik deze al? Ik probeer... Ja, deze heb ik al. Ik probeer namelijk alle auto's te verzamelen zoals ik eerder al aangaf. Het is nog steeds raar om te zeggen. Maar goed, ja, wat ik jullie wil laten zien... Ik heb natuurlijk in de vorige video emotes gekocht, zoals onder andere de Pumpit. Ey, 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 ey. En ik heb jullie beloofd dat ik het tweede emote pack ook zou gaan unlocken bij genoeg blauwe duimpjes omhoog. Dus jongens, jullie weten al wat ik ga doen. Ik ga naar de shop toe. Overigens niet deze shop, nee. Ik ga naar mijn, even kijken, kan dat hier? Ja, ik ben er. En ik ga de tweede emote pack unlocken voor 300 Robux. Let's go. Ik heb het gewoon gedaan. Nogmaals, doe een like op deze video als jullie willen dat ik Soraya de kans geef op mijn Mad City account te gaan. Want ze wil namelijk iets doen in mijn Mad City account, terwijl ze het opneemt voor jullie. Maar ik mag niet weten wat het is. En dat maakt me eigenlijk best wel bang. Dat ik het niet mag weten, maar dat zij het wel gaat doen. Ik heb nu een nieuwe emote pack unlocked. En ik ga eens even kijken wat ik daarmee kan. Oh, het zijn zoveel nieuwe emotes. Het zijn er zoveel. De dance moves. Deze gaat lekker, man, bro. Oh, yeah, buddy. Oh, deze is echt zo sick. Oké, wat heb ik nog meer? Ik heb er nog meer. Ik heb er nog meer. Ik heb de infinite dip. Dip. Dit is gewoon de allerziekste emote ooit. Gewoon letterlijk wanneer je een superheld hebt gekild terwijl jij een crimineel bent, dan heb je al het recht om deze uit te oefenen. En welke heb ik nog meer? Ik heb de Slytherin. Of hadden we die al? Oh, schijnbaar doet hij die niet. Nou, ik heb nog een andere. Squad kick. Wat?
Hij doet letterlijk gewoon alsof hij aan het jodelen is, bro. En welke heb ik nog meer gekregen? Ik heb de poplock. Of had ik die al? Oh, nou, apparently doe ik daar niks mee. De electro shuffle. Ik weet niet of ik die al had. Nou, ik heb hem nog niet eerder gezien in ieder geval. Yo, hey, luister. Nu hebben wij sowieso een reden om naar de nachtclub te gaan, bro. Nu hebben wij sowieso een reden om naar de nachtclub te gaan. Maar first of all, laten wij eens even lekker wat overvallen. Dit is toch wel leuk om als superheld zijnde de boel te overvallen. Dus ik ga hier naar binnen. Ik loop naar de kassa toe. Kassa, geef je geld aan mij. Overigens, het zou echt super chill zijn als ik het nu ook nog voor elkaar krijg om de jetpack te bemachtigen. Dan zit ik echt in een soort van win-win-win situatie. De eerste win staat voor het feit dat ik nu een superheld crimineel ben. De tweede win staat voor het feit dat ik een jetpack heb. En de derde win staat voor het feit dat ik ben DutchTuber. Hey. Nee, dat is echt heel raar wat ik nu zeg. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Het zou leuk zijn als ik het heb. En we gaan ervoor. We gaan er sowieso voor. Of het gaat lukken is een tweede. Hé, hey, ik wil even een huisje overvallen, man. Kan ik een huisje overvallen? Je kunt namelijk huizen overvallen sinds de nieuwe update van Roblox. Mad City. Alleen daarvoor zou je een kruis moeten vinden op het raam van een huis. En ik zie dat nu even niet zo snel ergens. Nee, deze huizen kunnen niet overvallen worden. Ik zie in ieder geval dat de nachtclub nog steeds overvallen wordt. Dus dat is al een tijdje gaande. Maar ik wil dus echt even kijken of ik iets nieuws kan kopen. Dat zou ik dan tenminste toch wel echt leuk vinden. Kan ik niet iets van een bootje kopen? Heb ik überhaupt al een boot? I don't know. Voor mijn gevoel heb ik alle water... Oh, ik heb nog ineens een boot. Bro, ik heb nog ineens een... Ben je serieus? Dat ik nog... Wacht even. Echt waar? Ik heb toch al een boot? Laat me even checken of ik... Voor mijn gevoel had ik namelijk wel al een boot. Even kijken. Jetski, die heb ik inderdaad. Boot. Dat is zo'n skere boot. Of ja, het is wel een mooi bootje natuurlijk. Maar dit is een speedboot. En een speedboot heb ik dus nog niet, apparently. Oh-oh. Oké, dit is weer superhero versus superhero. Dit is weer superhero versus superhero gewoon. Oké, daar gaan we jongens, daar gaan we. Kom op. Oh gosh. Superhero versus superhero. Let's go. Hoeveel HP heb ik nog? Ik heb nog genoeg. Oké, kom op. Ik ben echt super schril bezig misschien op dit moment. Ja, nice. Ik heb er! Yo, en het leuke is... Dit was een superhero die dezelfde soort gem als mij bevatte. Dus in feite heb ik gewoon dezelfde superheld gekillt als die ik zelf al ben. En dat gaan we vieren met een uitgave van 500.000. En voor de mensen die zich afvragen hoe ik van plan ben om dat te doen. Nou, heel simpel. Ik loop naar deze boot en ik zie niet hoe ik hem kan kopen. Oh jawel, hier, de Hydro. Ga ik hem kopen, jongens? Ga ik gewoon 500.000 uitgeven aan een boot? Terwijl ik letterlijk al een helikopter, een vliegtuig en alles heb wat ik... Ja, ik ga het doen. Let's go! Oh, yes! Bro! Dit is echt sick. Dit is... En ik kan hem gelijk veranderen hier, denk ik, of niet? Ja, ik kan hem legit gelijk veranderen. Oké, luister, we gaan hier de meest epische, de meest gruwelijke boot ooit van maken. Welke skin gaat het worden? De allerduurste, welke is dat? Die kost 500.000. De electric. Ik heb dat letterlijk niet eens, joh, gek. En ik ben al mijn geld al bijna kwijt. Ik heb max 46.000 uitgegeven. Dus ik kan deze kan ik doen. Aqua. Nebula. Venom is ook wel sick. Venom is een soort van intergalactisch slijk. Wat ervoor zorgt dat je jezelf niet meer helemaal onder controle hebt. Dat is tenminste wat ik van de Spider-Man films heb gezien. Digital Purple. OVO. Deze is wel sick. Glitter waves. Dit is echt... Weet je, ik ben zo bang dat als jullie genoeg likes op deze video achterlaten... en Soraya mag morgen op mijn Mad City account... dat ze al mijn voertuigen super girly gaat maken. Daar... Wat als ze al mijn Robux uitgeeft? Oké, nu word ik eigenlijk best wel bang. Of als ze de queen skin koopt of de princess skin. Oké, I don't know. Ik wil even een episch hebben. Red flames, hotline, camo, zebra, toycar, nebula. Ik vind nebula vind ik wel epic. Deze paarse vind ik wel heel erg vet. Zullen ik die of Bape? Die Bape is cool. Daar heb ik alleen nog 50.000 voor nodig. Ik ga dat gewoon doen, man, bro. Ik ga dat letterlijk gewoon doen. Ik ga 50.000 erbij kopen, puur omdat ik die Bape skin wil. Yo, ik ben totaal niet van de merkkleding, maar in Roblox is het allemaal mogelijk. Dus ik moet nu weer even naar skins. En dan gaan we voor Bape. Waar stond die? Iets naar beneden. Black, Matrix, Zebra. Heb ik allemaal niet nodig. Ik wil de Bape hebben. Waar staat die? Ik ben hem letterlijk kwijt. Hij was hier ergens, toch? Ah, Bape, hier is die. 100.000. Bam. Yo, mijn boot is sick. Yo, mijn boot is sick, man, bro. Oké, ik moet even achteruit proberen te komen nu als het kan. Of moet ik draaien? Oh, ik moet letterlijk draaien hier zo. Oké, rustig.
rustig, weet je wat? We gaan er gewoon uit en we laten hem even voor wat het is. En dan zetten we hem gewoon opnieuw neer. Is net zo makkelijk. Anders zitten we toch maar een beetje rond te klooien. Oké, jongens. We hebben hem als het goed is nu hier staan. De Hydro. De meest epische boot in Roblox tot nu toe, man, bro. Oh, ik ben hier blij mee. Oh, dit is echt gruwelijk. Is er trouwens iets open wat ik kan overvallen? Oh, de juwelier is open. Ja, hij gaat snel. Dit ding is echt super snel. Kijk hoe ongelooflijk. Oké, weet je wat? Het is leuk geweest. We hebben hem in ieder geval gekocht. We gaan hem daarentegen nu nog niet gebruiken. Wat we wel gaan gebruiken, dat is onze mini. Ik ga gewoon letterlijk met een mini naar de juwelier toe om daar de boel te overvallen. Meestal doen mensen dat niet in een Mini Cooper. Maar hey, er moet overal een eerste keer voor zijn natuurlijk. Oh, er zijn daar ook nog auto's. Oh, die heb ik de vorige keer gekocht. Dat is de Stingray. Oké, laten wij nu snel naar de casino gaan. Dat is meestal een plek waar je wel wat... Of zul ik de bank doen? Ik ga voor de bank. Ik zie namelijk dat de bank nog niet overvallen is. Maar hij is wel open. Dus dat is misschien een mooi moment voor mij om er even naartoe te gaan. En natuurlijk is er een auto... Oeh. Uh-oh. Oh, hij heeft net op tijd zijn Roblox afgesloten. Zagen jullie dat? Deze gozer, die sloot letterlijk zijn Roblox af, omdat ik op hem aan het schieten was. Literally. Oké, we moeten snel naar binnen, jongens. We zijn de eerste die de bank overvallen. En dat is meestal wel wat lastiger, want dan ben je meestal ook de eerste die gechased wordt door alle superhelden en alle politieagenten. Oké, nice. Let's go. We plaatsen de bommen. Oh, ik vind het zo gaaf dat ik gewoon een superheld en een crimineel tegelijkertijd ben. Dat blijft voor mij gewoon echt het favoriete om te doen. Bro, I love it. Oké, zijn er nog dingen die wij niet hebben gekocht? We hebben denk ik alles gekocht. Oh, ik dacht heel erg dat ik aangevallen werd. Oké, niks aan het handje, niks aan het handje. Let's go. Ik ben fan. Hey, jij bent een baas, man. Super ghoul 1, 2, 3. Handen omhoog. Of ik schiet. Ratata. Nee hoor, geintje. Ik ga natuurlijk mijn medefans en vooral mijn medecriminelen niet beschieten. We gaan lekker geld verzamelen. We hebben een hoop te doen. Ik ben nog steeds in afwachting op wat er gaat gebeuren met de kristallen in Mad City. Dat is nog steeds één groot vraagstuk voor bijna iedereen. Niemand weet eigenlijk tot de dag van vandaag wat het inhoudt. Sommige mensen denken dat het het begin is van een nieuwe planeet. Ik zat ook te denken, en dat is misschien vreemd, maar wat nou als dit het begin is van een nieuw soort auto? Wat nou als er zometeen, als die kristallen samenkomen en er komt gewoon een ultra snelle... Is dat een crimineel? Nee, dat is geen crimineel. Is dat een crimineel? Oh, dat is wel een crimineel bedoel ik. Is dat een crimineel? Ja, dat is ook een crimineel. Wat nou als de kristallen zometeen samenkomen tot een supersnelle raceauto die gewoon echt iets van 20 miljoen dollar kost. Dat bijna niemand die kan kopen, maar dat die er wel is. Dat soort dingen zouden in feite allemaal mogelijk zijn. You never know. Maar ik denk nog steeds dat je misschien wel een Game Pass gaat kunnen kopen zometeen met Robux. Om de raket te unlocken die nu in de Criminal Bay staat. En dat zou eigenlijk ook best wel heel erg sick zijn. Maar het is allemaal nog even afwachten. We weten tot nu toe eigenlijk nog helemaal niets. Nice. Ik heb de bank overvallen. Dat betekent dat we nu heel snel naar de criminele uitvalbasis kunnen gaan. Ja, ik wil eigenlijk mijn superhero gem nu echt niet kwijtraken, man, bro. Ik wil hem nu echt niet kwijtraken. Ik ben er echt blij mee. Is er cargo er misschien? De boot is er! Bro! Uh-oh. Hey, dat is een echte superheld. Dat daar is een echte superheld. Die moeten we proberen aan te vallen. Snel, 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 Job. Snel, Job. Snel, Job. Oeh, kijk, kijk. Oké, we gaan er naartoe. We gaan er naartoe. Snel. Snel, snel, snel. Waar is die? Waar is die? Waar is die? Waar is die naartoe? Hij is daar, hij is daar, hij is daar. Superheld versus superheld. Superheld versus superheld. Superheld versus superheld, Job. Kom op. You got this. You got this. You got this. You got this, Job. Kom op. Kom op. Kom op, kom op, kom op. Ik moet hem pakken, ik moet hem pakken, ik moet hem pakken. Ja. Yes! Ik heb hem! Bro! En ik maak ook alleen maar de superhelden in die hetzelfde zijn als mij, hè? Oké, nu ga ik snel weer naar buiten. Want ik heb namelijk gezien dat de cargo schip daar is. Bro, ik ben zo lekker bezig deze video. Holy fucking moly, ravioli met paarse olie en groene macaroni gesfeerd door oma op een schotel. Wat? Let's go. Kijk, let's go, let's go, let's go. Bam. Oh, dit is echt de video, man, bro. We doen overval na overval na overval na overval. Dit is sick. Oké, kom op. Ja, nice. Oké, we verzamelen het goud terwijl we hier rustig afwachten in de hoop dat er niemand komt die ons gaat tegenhouden. Dit is sowieso wel weer één van de wat betere afleveringen. Ik kan wel echt stellen dat dit één van de wat betere afleveringen is in de zin dat ik gewoon ongelooflijk veel, ik moest even testen of ik het opnemen was, ongelooflijk veel geluk heb met alles wat ik vind en alles wat ik krijg en alles wat ik doe. Oké, dat is een crimineel. Nice. Ik kan hem heel erg laten schrikken. Deze crimineel die gaat namelijk dit willen overvallen. En als hij dan in één keer een superheld ziet, dan denkt hij waarschijnlijk dat het een slechte superheld is. Of tenminste een goede. Maar daar is hij haar natuurlijk bang voor. Kijk. Zie je? Ze bukt gelijk al. Oké, nice. Ik ben wel tevreden hiermee. Man, is er nog wat anders open?
Ik neem dit gewoon lekker mee. Ik hoef niet meer geld dan dit. Het is heel vreemd dat een crimineel dat zegt. Ik hoef niet meer geld dan dit. Heb je ooit een crimineel horen zeggen dat hij voldoening heeft gehaald uit de hoeveelheid die hij heeft gekregen? Meestal willen criminelen altijd meer. Maar deze crimineel, half superheld. Kan ik nu trouwens mijn eigen kleding aantrekken terwijl ik nog een superheld ben? Bro. Er waren al heel veel mensen die mij dat in de comments lieten weten. Mensen die tegen mij zeiden, Job, het is echt heel verstandig dat je jezelf omkleedt naar hoe je er normaal gezien in Roblox uitziet. Waardoor je minder opvalt, maar toch je superkrachten behoudt. En dat is wat ik nu heb gedaan. Oh my gosh, de Bugatti. Is dat een Bugatti? Nee, dit is de Nero. Deze is echt heel erg sick. 4 miljoen. Weten jullie hoeveel Robux dat kost? Dat is gewoon echt niet normaal. Weet je wat ik wil doen? Ik heb een idee. Er is namelijk momenteel niks open. Dat betekent dat ik momenteel ook niks kan overvallen. Maar wat ik wel kan doen, is ik kan wel nog even een kijkje nemen bij de woestijn. Want ik heb namelijk toch op een of andere manier het idee dat daar iets veranderd zou kunnen zijn. Het is namelijk nu alweer een dag later sinds de nieuwste aflevering die ik heb geüpload. Wat is dit? Waarom staat er een auto op het dak geparkeerd? Ik wil niet zeggen dat ik de beste chauffeur in Nederland ben. Integendeel, ik heb mijn rijbewijs nog niet eens. Maar ik heb nog nooit eerder een auto op een dak geparkeerd, to be honest. Maar goed, nee, wat ik wou zeggen is misschien dat er inmiddels toch iets veranderd is bij de piramides. Misschien dat er toch iets veranderd is met de stenen die in de ingang van de piramide staan. Misschien dat wij de piramide op dit moment toch in zouden kunnen. En dat is natuurlijk waar we naar streven. Wij willen en moeten weten wat er met de piramide aan de hand is. Ik zat laatst ook te denken, wat nou als er gewoon zometeen een heist gekoppeld wordt aan de piramide? Dat zeg maar de piramide helemaal ondergronds doorgaat. En dat je dan allemaal lasers hebt die je moet ontwijken, allemaal traps. En dat je dan moet proberen de tomben te beroven. Dat zou eigenlijk nog best wel een epische missie zijn, to be honest. Er is momenteel niks open. Ja, en natuurlijk zometeen de kerncentrale. Daar gaat ook wat mee gebeuren, for sure. Ik heb hier zin in, ouwe. Ik heb hier echt zin in. Ik heb hier echt zin in. Kan die open? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Yo! Wacht. Zagen jullie dat? Kijk, let op. Als ik op de stenen schiet, dan zie je dat het op de stenen ontploft, zeg maar. Mijn soort van elektra. Maar als ik er doorheen schiet, dan zie je dat het naar achter. Dat het achter de stenen explodeert. Dus het is zeg maar hol van binnen. Er is echt wat in te vinden. Misschien kan ik de piek eraf schieten. Misschien kan ik er doorheen glitchen. Ik moet alles proberen, jongens. Kom op. Nee? En wat als ik er nou iets opspan? Als ik er nou bijvoorbeeld een auto opspan. Misschien dat er dan iets gebeurt. Nee, dit werkt niet. Hé, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren binnenkort. Maar er gaat sowieso wat gebeuren. En als laatste wil ik even een kijkje nemen hier zo, bij de kerncentrale, waarvan ik dus denk dat er binnenkort ook iets aan toegevoegd gaat worden. Want mensen lieten in de comments weten dat je er naar binnen kunt via deze pijpen, zeg maar. En dat wil ik dan toch even proberen. Kan het? Oh, jammer, het kan niet. Oh, yo, ik dacht wel even serieus dat het zou kunnen. En kan ik via deze kant naar binnen? Nee, ook niet. En via deze kant misschien? Kan ik hier naar binnen? Het zou echt... Bro, stel voor dat als je hier invalt, dat je gewoon een soort van extra superkracht krijgt. Dat zou echt sick zijn, dat je een soort van mutant bent of zo. Half mutant, half mens. Er is momenteel nog niks open, dus ik denk dat het een mooi moment is om het vliegveld even te overvallen. Want dat is sowieso iets wat veel mensen denk ik vergeten. Het vliegveld is een ideale plek om soms even naartoe te gaan om gewoon even wat geld te verzamelen. Er is niet per se veel te halen, want er is niet echt een volledige heist te doen. Maar je kunt er al wel wat doen en dat is heel erg chill. Dus ik kan bijvoorbeeld hier naar binnen en ik kan ervoor kiezen om deze ATM's te hacken. Daar hou ik dan ongeveer, ik denk 500 aan over per keer. 200, oké, dat is wel een stuk minder dan ik dacht. Maar deze koffers bijvoorbeeld zijn chill. Maar wat vooral chill is, is dat hier gewoon een stack met geld ligt. Dat is gewoon echt het makkelijkste geld wat je kunt krijgen in heel Mad City. Dat je gewoon ergens naartoe loopt, dat je E ingedrukt houdt en dat je gewoon een stack met geld meeneemt. Dit is ook weer 500 waarschijnlijk. En deze hier is ook weer een mooie 500. Dit is hoe je snel geld verzamelt in Mad City, jongens. 100%. Maar wat ik eigen... Yo, weet je wat ik hoop? Ik hoop dat... Oh, yo, ik heb echt in één keer een idee in mijn hoofd. Als ik de maker was van Mad City, had ik dit 100% gedaan. Wat nou als ze een burgemeester zouden toevoegen aan Mad City? Dus letterlijk de burgemeester van Mad City, wat natuurlijk dan gewoon de computer zelf is. En dat je de burgemeester zou kunnen ontvoeren om zo los geld te vragen. En dat dat dan de moeilijkste heist is in heel Mad City. En dat je dan na afloop bijvoorbeeld, zeggen ze iets, 20.000 kunt verdienen met één zo'n heist. Hoe sick zou dat zijn, bro? Dat je gewoon de burger... Oh, jij bent een pineut, vriend. Sorry, man, bro. Sorry. Oh, wacht even. Het gaat een beetje fout. Snel. Ik heb hem, man, bro. Ik ben echt, yo. Wat is dit? Oh.
Ben ik nu weer een andere? Nee, ik heb gewoon weer het pakje aan. Ik heb 2 superhero gems in 1 video. Zo, ik wist het niet! Ik wist dit niet! Ik vroeg mij al zo lang af. Ik vroeg mij al zo lang af. Waar kan ik zo'n gevechtsvliegtuig krijgen? Deze hier zo, de allerduurste van allemaal. 4 miljoen, die kun je dus bij het vliegveld krijgen. En deze heb ik al, right? Ja, deze heb ik al. Alleen de helikopter heb ik ook nog niet. En hoe duur is de helikopter? Deze is 1 miljoen. En hoe duur is deze? Deze is denk ik 500k. 250, oké. Weet je wat? Als wij op deze video 3000 likes halen? 4000 likes. 4000 likes ga ik proberen in een van de volgende afleveringen deze helikopter te kopen. En bij genoeg likes mag Soraya morgen, de volgende aflevering, overmorgen of volgende week, wanneer dan ook, wanneer ik de volgende aflevering opneem. Is een beetje afhankelijk wanneer dat kan, wanneer er weer nieuwe updates zijn bijvoorbeeld. Mag Soraya even op mijn account. En dan ben ik heel benieuwd wat ze gaat doen. Ik hoop niet dat jullie haar gaan aansporen tot gevaarlijke of domme dingen in de comments. Niet dat jullie zo meteen gaan typen: Soraya, verander Job zijn Mini Cooper in een meisjesauto. Nee jongens, ik weet namelijk dat Soraya de comments leest en ik wil niet dat ze dat gaat doen. Oeh. Ik kan hem heel bang maken nu, hè. Ik kan hem, joh. Ik zou hem zo bang kunnen maken. Oh, wat gebeurt er? Oh, nee. 2 superhelden tegen 1. Oké, dit is even een battletje waard, hoor. Dit is echt even een battletje waard. Oké, rustig, Job. Dit is echt even een gevaarlijk battletje wat ik nu op het punt sta te doen. Snel, 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 snel. Kom op, kom op. Waarom val ik hem niet aan? Waarom val ik hem niet aan? Waarom val ik hem niet aan? Rustig, Job. Rustig. Oké, wacht even. Even regenereren. Ja, nice. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op, 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 kom op. 2 superhelden versus 1, jongens. 2 superhelden versus 1, jongens. 2 superhelden versus 1, jongens. Kom op. Even regeneraten. Nice. En dan gaan we weer, dan gaan we weer, dan gaan we weer. Oh, dit is echt letterlijk 2 versus 1, hè, jongens. Dit is echt letterlijk 2 versus 1. Waar is die? 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 Hij probeert weg te komen van mij. Nee, jou hoef ik niet te hebben. Ik wil echt puur hem. Want ik wil zijn gem hebben. Ik wil zijn gem proberen te krijgen. Hij is veel te snel. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, 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 ja. Oh, waar is die? 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 Die andere. Hier is die, hier is die, hier is die. Oh, ik word aangevallen, jongens. Ik word aangevallen door heel veel superhelden tegelijkertijd. Ik probeer... Hey, dit is echt erg, hè. Dit is gewoon letterlijk 2 versus 1 superheld. Ik ben de enige die hier is. Terwijl ik ben eigenlijk een supercrimineel natuurlijk. Ik ben geen eens een echte superheld, maar goed. Rustig, 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 rustig. Ja, ja, nice, 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 nice. Come on. Come on. Hij is bang, hij is bang, hij is bang. Hij probeert uit te wijken, hij probeert uit te wijken. Hij probeert weg te komen. Hij is bang, hij is for sure bang. Hij is for sure bang. Rustig. Rustig. Hij probeert me gek te maken, deze guy. Oh my gosh, dit is 2 versus 1. Dit is de ergste 2 versus 1 ooit gewoon. Oké, rustig wel. Ik moet tegen hem aan proberen te komen. Waar is die? Waar is die? Waar is die? Oh, ik word aangevallen. Daar is die. Ja, nice. Ik heb damage gedaan. Ja, ja, ja. Kom op. Yo, ik wil deze battle winnen, man, bro. Sorry, jongens, als dit een beetje langdurig is. Maar ik wil deze battle super graag winnen. Yo, dit is echt 2 versus 1 gewoon. Come on, come on. Wacht even. Ik heb een gun. Tuurlijk. Dat is het. Wacht, 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 wacht. Rustig, rustig, Job. Rustig, 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 rustig. Oh. Oké, okay, kalm, 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 kalm. Snel, 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 snel. Oh. Kalm, 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 kalm. Oh my gosh. Waar is die, waar is die, waar is die? Oh, ik moet echt snel weg zien te komen. Oké, okay, nu moet ik weg, nu moet ik weg. Ga dit niet halen. Dit was 2 tegen 1. Gewoon echt letterlijk superhelden battle. 2 tegen 1. En dat is een van de gevaarlijkste dingen die je kunt doen. Ik ga naar de bank. Ik ga de bank overvallen. Om deze video officieel mee af te sluiten. Ik kan er ook voor kiezen om... Oh, wacht even. Zitten ze nog steeds achter me aan? Yo, ze zitten nog steeds achter me aan, gek. Ze willen letterlijk proberen mij op te pakken. Ze hebben er echt gewoon de grootste baat bij om mij in te rekenen. Want ze weten donders goed dat dat nodig is. Wat is dit? Wat is dit? Yo, ging dit nou net open? Uh-oh. Uh-oh, 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 uh-oh. Ik heb hem! Ik heb hem! Alleen die nog! Nu is het 1 versus 1, vriend. Uh-oh, wegwezen, Job.
Wegwezen Job, wegwezen Job, wegwezen Job. Ik heb zijn mattie. Nice. Het was 2 tegen 1, maar ik heb er eentje uitgeschakeld. Oké, nu wil ik die andere sowieso ook pakken. Nu moet ik die andere wel pakken. Kijk, let op. Hij is hier naar beneden. Waar is hij? Hij is daar. Hij gaat weg. Kijk, hij is bang. Hij is super bang. Hij is super bang, want ik heb zijn mattie. Hij is echt super bang geworden. Snel. Ik heb hem! Bro! Oké, klaar man. Dit is de aflevering. Ik heb literally 2 superhelden ingemaakt in mijn eentje. Ik heb denk ik 10 superhelden in 1 aflevering ingemaakt. Oh my gosh. Ik ga de bank overvallen en ben ik tevreden. Dan ben ik klaar. Dan is het gebeurd. Oh, ik hoop maar niet dat we de 5000 likes op deze video halen. Want Soraya zei al een beetje stiekem van, joh, bij de 5000 likes. Ja, oké, bij de 5000 likes. Ik dacht bij mezelf, dat gaan we toch niet halen. Dus hoef ik me niet zoveel zorgen om te baden. Oh my gosh. Oké, snel. Op zijn keetje. En nice. Oké, ik ben hier. Kijk, nu schrikt zij. Hè? Kijk, nu is zij super bang. Zij denkt waarschijnlijk dat ik nu echt een... Dat is een echte. Snel. Waarom schiet ik niet? Nu ga ik schieten, vriend. Nu ben jij echt nu de pineut gewoon. Jij bent echt nu de pineut gewoon. Jammer, man, bro. Oh my gosh. Er is er daar nog een. Of nee, dit was hem. Oh my gosh. Ik heb echt zoveel superhelden ingemaakt in één video. Dit is niet normaal. Dit is echt serieus niet normaal. Ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze video. Tot aan nu toe. Want dat is nog niet klaar. Maar we naderen het einde, zeg maar. Want dit is echt... I don't know. I seriously don't know. Oké. In ieder geval, om een lang verhaal kort te maken. Ik wacht nog steeds op de updates. Ik ben nog steeds afwachtende met wat er gaat gebeuren met de kristallen in Mad City. Ik ben benieuwd met wat er gaat gebeuren met de kristallen in Mad City zelf. Hoop ik natuurlijk dat het de introductie is van een nieuw soort team. En er komt daar wel een superheld aan. Dat is wel een echte. En hij is direct de pineut. Je had dit niet moeten doen, bro. Dat was je grootste fout. Dit was jouw grootste fout, man, bro. Oh my gosh, ik heb denk ik echt 10 superhelden ingemaakt in één video. Dat is mij nog nooit eerder gelukt, maar ik heb het wel gedaan. Ik heb het legit wel gedaan gewoon. Oké, weet je, ga ik via de gevaarlijke kant terug? Ik ga via de gevaarlijke kant terug. Ik ben even op die risico's vandaag, man. Let's go. Oh my gosh, dit is echt niet normaal meer. En nu gewoon letterlijk naar de uitvalbasis. Heb ik de volgende aflevering nog steeds mijn superhero krachten? Nee, hè? Als ik Roblox afsluit, heb ik dat niet meer. Oké, dus dat is wel een beetje jammer. Dan ben ik de volgende aflevering wel weer terug bij af. Kijk, hij gaat echt schrikken nu gewoon, hè? Oh, nee, dat is een echte. Uh-oh. Of niet? Nee. Oh my god, jij hebt me echt laten schrikken, gozer. Jij hebt mij echt laten schrikken, gek. Het was namelijk gewoon een crimineel, maar hij had waarschijnlijk een superhero gem opgepakt, waardoor hij een superheld was. Maar hij liet mij wel echt even schrikken. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Volgende aflevering moet ik Soraya op mijn Mad City account laten. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. We hebben heel veel dingen gedaan. We hebben een nieuwe speedboot gekocht. We hebben 10 superhelden ingemaakt. We hebben nog meer theorieën met elkaar uitgewisseld over de kristallen. De volgende aflevering ben ik terug. Abonneer je heel gratis op mijn YouTube kanaal hier beneden als je kans wil maken op dit hartje. En ik zeg adios. Adios.